Wie is Erwin de Vries? Wie is de Gramman van de Surinaamse kunst? Dus hij is zeker de Gramman van de kunst. Dat is one of a kind. Het is gewoon de Nestor. Dus... Hij is gewoon een icon. Hij is de opper Gramman. Een levensgenieter. Fawaka fawaka sranamangs. Ik sta vandaag hier in de kunsthal in Rotterdam. Erwin de Vries viert dit jaar zijn 60-jarig jubileum. Hij gaat vandaag ook een hele bekende Surinamer boetseren. Entertainer Quintus Risti. Je ziet hoe druk het is. Wat vind je zelf als een kunstwerker? Ja, ik ben altijd gefascineerd geweest. Vanaf Chimboy al, want ja, je moet nagaan, als jongen kwam je bij mensen thuis en hadden ze de erotische kunst van Erwin. En ja, als kleine jongen dan zie je die blote borsten en zo, en dan zie je vrouwen allerlei bewegingen. Ik denk van ja, geweldig. Je kan je ogen er niet van afhouden bijna. En het is prachtig hoe echt mooi, met gevoel, hij de schilderijen heeft gemaakt. En ik ben zeer onder de indruk. Maar als je ouder wordt, ga je het ook de andere kant van de kunst zien. En dan zie je ook dat hij een heel bijzonder oog heeft. En hij werkt heel snel, kan dingen heel snel, dus heel productief, maakt heel veel werk in een korte tijd. Het is, ja, ik kan in superlatieven vervallen, maar die man is gewoon de allergrootste die we kennen. En dat moeten we koesteren. Ik ken het werk van Erwin de Vries goed. Het is een werk dat me aanspreekt. Het is heel direct. Het is ook gewoon mooi. Het spreekt op mijn verbeelding. Die kleurenmix... Verder die vorm, dat is een handtekening zoals ik die alleen maar van Erwin ken. Jij van zijn expositie? Heel, heel, heel leuk. Bijzonder. Ik heb nog niet veel gezien, natuurlijk. Ik wil gewoon mijn tijd even nemen om te komen kijken en het op mijn gemak een beetje doen. Wat vond je van zijn meesterwerken? Nou, zijn meesterwerken zijn uniek, heel mooi en apart. Ik denk dat hij Surinames grootste kunstenaar is. Wat vond jij van die expositie? Beeld. Ik vond de hele beeldexpositie. Ik moest soms echt even doorlopen, want ik zag echt twee gespreide benen. Of een vliegende penis. Mooi, natuurlijk. Ik heb het al eerder gezien, dus ik wist al wat ik zou verwachten. Dus maar mooi. Kleurrijk en gewaagd. Maar een mooie verzameling van zijn leven. Ja, er zijn echt hele mooie stukken tussen. Ook wel heel divers. En ja, ik denk dat het wel een heel goed beeld geeft van zijn hele carrière. Dat je ook echt de verschillende stijlen ziet. Op welke leeftijd dacht je van, ik ga er helemaal voor? Nou, van mijn vader moest ik MO tekenen doen. Dus ik was tekenleraar in Suriname in de jaren 50. Maar ik vond het zo afschuwelijk werk. Toen wilde ik weg. Toen zei ze, is het salaris? Ik zeg, nee, al geef je me 10 maal... Het salaris bleef ik nog niet. Omdat geld voor mij zo weinig betekent. Ik vond het onzin. Ik wilde gewoon schilderen en beelden maken. En dat geld, dat interesseerde me niet. Trouwens, vandaag nog niet. Mensen houden van mooie auto's en mooie, weet ik veel, kleren, sieraden. Het zegt me allemaal helemaal niets. Ik verdien geld en goed voor mijn vrouw en mijn kinderen. En ik ben blij dat ik ze alles kan geven. Maar ik zelf hoef dat niet. Ik geniet van andere dingen in het leven. De dingen, de gewone dingen. Ik hoef geen luxe. Het zegt mij niets. Ik zag dat je daar stond, want hij was bezig jou te boetseren. Wat vond je daarvan? Een hele grote eer. Ik bedoel, als je wordt gevraagd door een Jaja Sranamang, een grootheid, een groot kunstenaar, om geportretteerd te worden, om het zo te mogen zeggen, noemen, is het een hele eer. Ik bedoel, het is toch, ik heb er geen woorden voor. Ik kon het even niet geloven. Hoe is het om met een kunstenaar als Erwin de Vries getrouwd te zijn? Het is, het heeft twee kanten. De ene kant is heel moeilijk, want je wil als kunstenaar ga je eigenlijk het onderste uit de kan halen van het leven altijd. En dat maakt het soms moeilijk, maar dat geeft ook weer veel voldoening. Want daardoor kun je het leven echt doorgronden, zeg maar. Dus dat is het interessante en het prettige.
nog iets laatst te zeggen aan de Surinamers in Suriname, wat betreft kunst? Ja, nou, ik denk dat al heel veel gezegd is en dat iedereen blij is met Erwin. En hij wordt dan niet echt op waarde geschat in die zin, omdat het nog een kleine gemeenschap is. Maar ik denk dat dat langzaam moet groeien. En vanaf hij is begonnen als jongen van 19, heeft het al een enorme wending genomen. En ik denk dat het steeds en steeds verder zal gaan. En dat, dat ze nu echt wel weten wie Erwin de Vries is. En dat ze weten van, hij heeft veel voor ons gedaan. En dat het ook zo uitgedragen mag worden. Geloof erin. Weet je, geloof in wat je doet. Ga niet ervoor om te zeggen van ik wil geld verdienen of ik wil populair worden. Maar geloof wat je doet en doe het met overtuiging. Blijf jezelf uitdragen en blijf proberen om vooral je werk te laten zien. Want als kunst niet wordt gezien of gehoord, dan houdt het op. Ik ben ook vandaag hier komen spelen voor Erwin, omdat ik vind dat het moet worden gehoord wat ik voor Erwin voel. Ja, kijk naar... naar iemand als Erwin de Vries, die ongelooflijk intens leeft, die altijd belangstelling heeft, die tussen de grootte der aarde gezien wordt, maar ook gewoon tussen de mensen. En dat inspireert als kunstenaar. Begin vroeg, maar leef ook voor je kunst. Wees ook in je leven een kunstenaar. Een kunstenaar van het leven. Dan ben je ook een mooie vertegenwoordiger van je land. Van de samenleving waar je uit voortkomt. Ja, eigenlijk perseverance. Hè? Als je doorzet en doorgaat. Geloven in eigen kunnen. Wat je zelf kunt presteren. Dan kom je er. Aan de jongeren wil ik zeggen. Heb je een talent? Maak het bekend. En wel via surinamstars.com. En anders kan je altijd live bij mij op de radio komen, clubparadisefm.com. Als jij een boodschap had voor jonge Surinaamse kunstenaars, wat zou dat echt zijn? Als je iets hebt waar je van houdt, moet je helemaal gooien. En dan moet het lukken. En met helemaal bedoel ik echt constant bezig zijn. Dankjewel Erwin de Vries. Nou, ben blij. Kijkers thuis, jullie hebben het gehoord. Erwin de Vries zegt, ben... Kijk op kunst, ga ervoor. Is het je passie? Ga er helemaal voor. Hou ervan en het komt allemaal goed. Dankjewel Erwin de Vries. Oké, dankjewel.